Hallo. Goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Hoi, hoi. Goedemorgen. Zeg ik nou Damien of dan, hoe spreek ik nou je naam uit op de eerste plaats? Damien. Ja. Nou, is het bij deze recht gezet. Want dat de puntjes staan op de i, hè? Ja. Nee, op de e. Puntjes op de e. Ja. Maar goed, de reden dat je jou uitgenodigd is vanmorgen vanwege de laatste single die verscheen voor jou. En dat Stay Away from That Whiskey. Wat is een beetje whisky dan een beetje vroeger op de woensdagmorgen, hè? Ja, op de woensdagmorgen iets te vroeg daarvoor, hè? Net wat te vroeg. Ja. Maar goed, wie heeft de tekst geschreven van dit nummer? Ja, ik. Toevallig, ik. Ja? Ja. En eventjes voor de luisteraars, hè, wie is Damien van Elburg? Hè? Want vertel even een klein beetje over jezelf als ik kan. Ja, nou, Damien van Elburg is een 18-jarige singer-songwriter die heel erg beïnvloed is geworden door Johnny Cash en John Prine. Ja, Johnny Cash, die kunnen heel veel mensen wel. John Prine is eigenlijk een beetje in dezelfde boot, alleen iets minder bekend en... die is pas in 2020 gestorven en Cash natuurlijk was in 2003. En ja, eigenlijk is het een soort dezelfde muziek en ze hebben hem allebei heel erg beïnvloed. En dat is eigenlijk heel erg. Ja, en dan gezien jouw leeftijd, dat is geen rare opmerking. Maar gezien jouw leeftijd, waarom die liefde voor Johnny Cash die eigenlijk al ver voor jouw tijd eigenlijk functioneerde? Ja, een soort de eenvoud in de muziek en een soort de wanhoop en de eenvoud en de wanhoop en de hoop. Ja. Het zit er allebei in en ja, mij spreekt het heel erg aan in die muziek. Ja, ja goed, niks verkeerd mee. Het is en was een groot artiest natuurlijk. Maar dat inspireert jou heel veel bij het schrijven en het maken van de muziek dan? Ja. Ik, zoals ik zeg, vooral zijn liedjes, daar kijk ik veel naar en daar haal ik dingen uit om in mijn eigen liedjes te zetten. Ja. En ook de John Prine? Ja, die is eigenlijk een soort in dezelfde boot, alleen net wat andere melodieën en teksten, maar ja, je kijkt allebei naar die artiesten en dan pak je daar je leuke dingen uit en die gebruik je dan. En goed, dan ga je op een gegeven moment schrijven het nummer Stay Away from That Whiskey. Hoe is dat gegaan? Ja, nou, ten eerste pak je een glas whisky erbij natuurlijk. Hè. Ik bedoel, country muziek, dan is het een beetje een ding om over drank soms te zingen. En ik vond het ook leuk om daar een liedje over te schrijven. En ik denk, wat zou een whisky drinker nou zeggen na een dag dat hij te veel whisky heeft gedronken? Ja. Ik dacht, hij blijft er bloos vanaf, weet je. Welke artiest drinkt niet, hè? Dat kun je beter zeggen, hè? Er zijn wel weinig artiesten die niet drinken, hè? Ja, nee, dat is waar. Ja. Dus, want jij hebt een liefde voor Johnny Cash, hè? Maar je weet misschien net zo goed als ik. In Nederland is een tributeband, de Deaf Americans, hè? Dat is een Johnny Cash tributeband, weet je dat? Ja, daar heb ik wel eens van gehoord, volgens mij, ja. Ze komen uit de buurt van Eindhoven, komen ze vandaan. Moet maar eens opzoeken op YouTube. Maar goed, vertel een klein stukje over de tekst van dit nummer. Nou, Stay Away from the Whiskey is eigenlijk dan over iemand die de dag daarna... Het begint met de dag dat hij gaat drinken. Ja. En dan over dat hij naar huis loopt. En dan de dag daarna. En een beetje terugkijkend erop. En dan zeggen we van, blijf van de whisky af. Ja, nu hebben we deze single. Kunnen we binnenkort nog wat meer gaan verwachten van jou of niet? Ja, er is in oktober de eerste EP ooit uitgebracht en we hebben Whiskey aan een single gedaan. En dit jaar komt hoogstwaarschijnlijk nog meer, dus er is nog veel op het programma. Normaal is positief, want je hebt zo op de foto's die staan, dan zou je zeggen, het is ook een beetje het beeld van Johnny Cash, hè? Sorry? Als je jou op die foto ziet staan, zo met die gitaar en je kijkt zo naar voren, zou je een beetje dat beeld hebben van Johnny Cash. Ja, we hebben inderdaad ook met de foto's, we hebben ook een beetje zo naar Cash gekeken, omdat ik vaak van mensen de vergelijking met Cash krijg. Dus we wouden een beetje origineel en ook weer een beetje de Cash-achtig. Ja.
Oké, okay, we gaan het nummer draaien. Luisteraars die meeluisteren, waar kunnen die meer informatie vinden weer? Op Facebook. En dat is gewoon Damien van Elburg, heel simpel. En daar staat alles wanneer ik ergens speel, wanneer het weer kan. En alle informatie. Oké. Okay. We gaan het draaien. Je mag hem zelf aankondigen, Damien. En dan gaan we hem draaien. Ja? Ja. Nou, dit is mijn liedje Stay Away from the Whiskey. En of je het advies opvolgt, moet je zelf weten. Fijne dag nog. Bedankt voor het gesprek. Groetjes, hè. Doei. Dankjewel. Hoi. Doei.